Klaas. Nou? Een boekje over olifanten. Wat stom. Je had beter een horloge kunnen vragen, zoals ik. Dat is echt iets voor jou. Wat heb je daar nou aan? Huh? Nou? Als je op een horloge kijkt, dan kun je alleen maar zien hoe laat of het is. En als je naar het olifantenboekje van jou kijkt, dan kun je alleen maar jezelf zien. Was dat van? Nou, het heeft een gekke pet op. Paula, ja. Is er nog geen koffie? Nee, Sienen, dat duurt nog wel even. En als je klachten hebt, moet je bij Sinterklaas wezen. Bij Sinterklaas? Ja. Hoezo? Nou zeg, hij zou me toch eens eindelijk een koffiezetapparaat kunnen geven. Maar ik heb erom gevraagd, weet je. Een koffiezetapparaat? Ja. Wat is dat nou voor een cadeau? Dat is een nuttig cadeau. Maar lieve schat, waarom vraag je niet een paar oorringen zoals ik? Maar omdat jullie voortdurend om koffie zeuren. Paula, was dat Frank? Ja, met een heel vreemde pet. Hé, hey Lex, en dan moet jij eens raden, voor de aardigheid, moet jij eens raden wat ik aan Sinterklaas vraag. Niet leuk? Hockeystick. Ja, want dan kan je zo lekker mee hockeyen. En als je moe bent, dan kan je erop uitrusten. Dat vind ik zo handig aan een hockeystick. Kom. Hé, hey. Frank, dat is mijn pet die je op hebt. Frank, hoe kom jij aan die pet? Gevonden. Gewoon eerlijk gevonden. Ik dacht, daar hangt een pet. Zal ik die, ik wist niet dat die van u was. Zal ik hem weer teruggeven? Alsjeblieft, dank u wel, uw hoogheid. Kan ik er nu weggaan? Nee, mannetje. Ho. Wij zijn met jou nog niet klaar. Nee, want jij moet eerst nog eens even deze schoen passen. Passen? Ja, Frank. Waarom? Nee, hier, past die schoen maar eens. Ja, Zwarte Piet. Zo. Nou. Die is te groot, Zwarte Piet. Ja, die is te groot. Frank? Ja? Dus jij weet toevallig ook niks dan over een zak met, met cadeautjes? Nou, zak met cadeautjes? Ja? Hey, dat klinkt interessant. Wat is er mee? Mag ik dat even weten? Nee, Tommy. Laat maar hoor, Frank. Ja. We hebben je niet meer nodig. Nee. Hoi! Dankjewel, Frank. Ik kan nu weggaan. Ja hoor. Dag, Frank. Dag. Zo. Hé, de pet is terug. Ja, nou die zak met cadeautjes nog. Zou er in Sesamstraat iemand zijn die nog grotere voeten heeft dan Frank? Nou. Wat zou u willen hebben, Sinterklaas? U bent straks jarig en ik heb nog geen cadeautje. Wat zou u Sinterklaas, misschien een bootje. Dat is fijn voor in het bad van spitter, spetter, spat. Of is dat overdreven? Ik wil zo graag iets geven, alleen ik weet niet wat. Wat zou u willen hebben, Sinterklaas? Ik hoor in de verte soms heel zacht het oefgetrappel. Sinterklaas, misschien een appel. Dat is fijn voor onderweg, dan heeft u wat beleg. Of is dat overdreven? Ik wil zo graag iets geven, waarmee ik ook iets zeg. Wat zou u willen hebben, Sinterklaas? U bent straks jarig en ik heb nog niks verzonnen. Sinterklaas, een paar ballonnen. Of anders die kameel waarmee ik altijd speel. Nee, dat is overdreven. Maar ik wil wel graag iets geven, want ik heb al zoveel. Want ik heb al zoveel. Pino. Dag, Pino. Luister, Pino. Hey, Zwarte Piet. Ja, dag. Leuk dat je er bent. Pino, kom eens hier.
Pas jij deze schoen eens gauw, Pino? Oh. Ja, pas niet. Is het een mooie schoen? Ja. Nee, het past niet. Oh, oh. Oh jee. Nou ja, dankjewel, Pino. Nou, deze schoen is dus niet van Pino. Nee, en ook niet van Frank. Nee, maar van wie dan wel? Zou Hakim misschien grote voeten hebben? Hakim? Oh ja, dag, Pino. Kom op. Reuze benieuwd wat Sint-Nicolaas allemaal in mijn zak gedaan heeft. Laat ik eens beginnen met een heerlijke lolly. Gedichtjes, wat is dat belachelijk. Gedichtjes, dat doen wij dus niet aan. Lolly, lolly, lolly. Kijk nou toch. Een horloge van afschuwelijke kleur. Gerda! Ja? Wil jij misschien een horloge hebben? Oh ja, maar natuurlijk. Ah, wat mooi. Neem maar mee. Dankjewel, Aard. Alsjeblieft. Zo. Een mooi stuk speculaas. Oh, dat is heerlijk. Hier zo'n belachelijk gedichtje, zeg. Wie bedenkt nou zoiets? Allemaal bij snoep. Moet ik daar nou mee? Olifantjes. Moet ik nou met een boek over olifantjes? Lex! Ja? Lex, wil jij misschien een boek over olifantjes? Oh, dat is fantastisch. Zo'n boek heb ik altijd willen hebben. Hoe kom je eraan? Hoe kom je eraf? Ah, oh, dankjewel. Alsjeblieft. Dankjewel. Fijn hoor. Ik neem gewoon iets kleins. Een dropvetertje. Ja. Belachelijk toch gewoon. Een gedichtje bij een dropvetertje. Wat een onzin is dit toch. Water loopt buiten de mond. Dropvetertje. Wat is dit nou weer? Oorbellen. Zien. Ja? Zien. Ja? Kijk eens. Wat? Alsjeblieft. Krijg je dat van jou? Ja, zie je toch? Oh, wat mooi. Ja. Tjoe. Nou, weer iemand gelukkig. Wat heb ik? Ah, hier een kauwgomballenautomaat. Weer zo'n belachelijk gedichtje. Daar word ik toch gewoon helemaal gestoord van. Open mij. Wat is dit nou? Nou ja, zeg. Een koffiezetapparaat. Paula! Wil jij misschien een koffiezetapparaat? Zeg haar, speel jij voor Sinterklaas? Ja, neem of niet. Ja. Alsjeblieft. Ja, nee, maar dankjewel, zeg. Koffiezet. Eindelijk hebben we dan hier een hele mooie grote zuurstok. Weer zo'n belachelijk gedichtje. Daar word ik ook helemaal gek van. Zuurstok. Oh, wat? Wat nou? Zeg, Frank, wil jij dat alsjeblieft even bij het grof vuil zetten? Ja. Mag ik die hebben? Breek je je tanden op, hoor. En het is er heel slecht voor ook bedankt, nog. Bedankt, vriend. Gewoon niet te vreten, dat spul. Moet je nou toch kijken. Het is een hele zak met waardeloze cadeautjes. Hier, moet je naar kijken, hier. En hier. En hier. En hier. Kom. Hey. Kijk nou. Hoe kom jij aan al die cadeautjes? Een chocoladeletter. Oh. Met weer een gedichtje erbij. Weg ermee. Openmaken. Wat. Ah. Kijk nou toch eens aan. Een A met een pootje eraf. En ja. Kijk, daar staat de zak. Dat heb ik allemaal van Sinterklaas gekregen, dit. Maar Aard, wat heb jij gedaan met Aard? Al die cadeautjes? Ja, wat heb jij met die cadeautjes Heb ik uitgedeeld. Ja, maar het waren allemaal strikt waardeloze cadeautjes, hoor. Dan kijk, wat ik nou nog over heb, dat stelt echt helemaal niks voor, hoor. Moet je kijken, wat heb ik hier? Hier bijvoorbeeld. Nou, wat zal het wezen? Een vergrootglas. Van vrij inferieure kwaliteit. Oh. Misschien niet voor jou in die mini. Oh ja! Alsjeblieft. En wat heb ik hier nog? Nou, wat zal het wezen? Dit is een stom gedichtje, wel gek van.
Oh. Een trommeltje. Oh. Nou, je ziet mij toch niet met een trommeltje om mijn nek lopen, niet? Oh. Alsjeblieft, Tommy, voor jou. Oh. Oh. Echt? Stokjes oh. Bij. Hier, met stokjes. Oh. En wat hebben we hier nog? Yes. Hier, oh. Kijk. Wat is dit? Ook een doos. Het rammelt. Wat maak ik het open? En wat zit erin? Wat is het? Kleurpotloden! Nee. Alsjeblieft, Pino, voor jou. Ja, maar kom Sinterklaas dan niet. Niet aan. Ik snap het waarom niet. Waarom Sinterklaas die cadeautjes niet aan? Heb ik allemaal jullie cadeautjes uitgedeeld. En ik heb het hele Sinterklaasfeest verprutst. Ja. Als Sinterklaas hierachter komt, dan krijg je verschrikkelijk op je kop. Oh, nee. Jongens, daar heb je Sinterklaas! Sinterklaas! Niemand kan mij nu nog redden. Niemand. Meneer Aard, wat is er? Waarom huil jij zo? Oh, Sinterklaas, hij is gewoon een beetje zenuwachtig. Zo zenuwachtig. Ik vind trouwens dat jullie allemaal een beetje sip zijn. Helemaal. Wat is er aan de hand? Nou, dat komt, Sinterklaas, omdat we zo ontzettend blij zijn met onze cadeautjes. Oh, ja, we zijn er helemaal stil van, Sinterklaas. En bedankt voor dat mooie olifantenboek. En bedankt voor die mooie oorbellen, hoor, Sinterklaas. Ja. En Sinterklaas, hartelijk bedankt voor dit prachtige koffiezetapparaat. Als je wist hoe blij ik hiermee ben. Met deze hockeystick. Sinterklaas? Dank u wel, Sinterklaas, voor dat mooie horloge. Dan ben ik nu altijd op tijd. Ja, en ook voor het vergrootglas. En Sint, voor mijn trommel. Ja, en voor de chocoladeletter, Sinterklaas. Ja, nou, ik ben erg blij dat jullie zo tevreden zijn, hoor. Ik zie dat graag. Maar waarom hebben jullie nou niet even gewacht met uitpakken totdat wij er waren? Ja. Nou, Sint, moet ik eerlijk zeggen, dat is mijn schuld, hoor, Sint. Ja. Ik heb namelijk tegen ze gezegd dat u geen tijd hebt om te blijven zitten. Zitten, ja, geritsel hier. Geritsel daar, papiertje zus, papiertje zo. Bedank je voor, bedank je na. Ja, nee, geritsel goed, zus, geritsel zo. Het is goed, Piet. Nee, ik begrijp het allemaal niet zo erg. Maar trouwens, hoe vonden jullie de gedichten? Daar heb ik eigenlijk mijn best op gedaan dit jaar. Nou ja. Ja, maar Sinterklaas. Ik kan toch nog niet lezen. Nee, nou ja, hij kan helemaal niet lezen. Ja, maar ik heb helemaal niks gezien. Nou, misschien dat meneer Aard... Die gaat ze straks vast en zeker allemaal voorlezen. Ja, ik heb altijd heel erg veel van gedichtjes gehouden, Sinterklaas. Nou ja, mag ik er even door? Sinterklaas, hartelijk gefeliciteerd met uw verjaardag. Oh. En dit heb ik voor u gemaakt. Oh, kijk nou toch eens wat prachtig. Oh, mooi, Pino. Pino, je bent de eerste die mij feliciteert, weet je dat? Ja, eigenlijk zeg ik wou ik het eerder doen, hoor. Ik was het eerder. Nee, jullie zijn ook allemaal heel aardig, hoor. Heel aardig. Maar kom, ik hou van een feestelijke verjaardag. Kunnen we niet wat zingen? En Piet, strooi eens wat pepernoten. Oh, ja! Sint, ik heb geen pepernoten. Ja. Nee? Hoe komt het nou? Ik wel. Oh, oké. Okay. Ah, heb jij de... Mag ik even? Ja! Ja! Sinterklaasje, kom maar binnen. Piet, volgens mij heeft meneer Aard al die cadeautjes uitgepakt en heeft al mijn gedichten weggegooid. Nou, dat klopt inderdaad, Sinterklaas. Maar ja, eigenlijk is het toch ook wel een lieve man, hoor. Ja, nou, als jij het zegt, zal het wel zo zijn. Maar... We zingen en we springen en we zijn zo blij, want we zijn...